lieve mensen. Leuk dat jullie weer hebben ingeschakeld en dat jullie er weer bij zijn. Op deze woensdagavond, nog steeds de week van gebed. Ik hoop dat jullie ook de andere filmpjes hebben meegekeken en dat jullie ook samen met ons in gebed gaan voor deze onderwerpen. Nou, de mensen die goed hebben opgelet, die weten dat het vanavond gaat over familie, over relaties, over huwelijk. En dat dat onze focus is voor het gebed vanavond. En nou, zoals jullie van mij weten, is het sowieso een onderwerp wat me het afgelopen anderhalf jaar, misschien bijna 2 jaar, ik weet precies, maar ook voor die tijd bezighoudt. En waar ik me steeds meer in heb verdiept. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om hier met elkaar voor te bidden. Het is een onderwerp wat me dicht bij het hart ligt, wat heel belangrijk is in mijn ogen, maar het is ook heel erg belangrijk in Gods ogen. En daarom mogen we daar met elkaar ook voor in gebed gaan, wat ik al zei. Als we kijken naar de wereld vandaag de dag, dan is daar heel veel gebrokenheid in. We zien heel veel eenzaamheid, we zien heel veel verdriet, we zien heel veel scheuringen. En dat zien we dus ook in families. En God heeft daar zo'n belangrijk principe in gelegd in hoe we daarmee om moeten gaan. Hoe we met elkaar om moeten gaan als familie, als geestelijke familie, als een familie die een bloedverband heeft. En als we gewoon wel teruggaan naar het Oude Testament, dan zien we al dat God ons in Deuteronomium een opdracht geeft. En dat is als we gaan naar Deuteronomium 5, vers 16. Daar staat, eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd zullen worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. Als wij dit gebod naleven, als wij onze ouders eren, dan zal het goed met ons gaan. Dan worden onze dagen worden verlengd. Nou, dat is nogal wat. Dat betekent dat we dus meer dagen te leven zullen hebben als we dat gebod in ere nemen, in acht nemen. En misschien bent u wat ouder, zijn die ouders niet meer? Of ben je wat jonger, ben je je ouders verloren? Dat kan allemaal. Of is er ruzie in je familie? Maar God geeft ons die opdracht om onze ouders te eren. Ongeacht wat ze hebben gedaan. En dat is lastig soms voor sommige mensen. Het is lastig om, als er een bepaalde ruzie is geweest, als er een bepaald conflict is geweest, om dat vol te houden, om dat vast te houden. Maar dat is wel wat God van ons vraagt. Dat is wel wat God van ons verlangt. En als we met elkaar zeggen, ik wil meer zijn zoals God, ik wil doen wat God van mij vraagt. En Heer, ik geef mijn leven volledig aan u, betekent ook dat stukje waar misschien nog iets van trots in hebben. En als we kijken naar Colossenzen, gaan we even verder. Colossenzen 3, vers 13. Daar staat dan ook geschreven, verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. Dus ook juist in een moeilijke situatie waarin het lastig is of lastig kan zijn, krijgen we hier weer een opdracht mee, dat we elkaar moeten vergeven. Dat is ook weer iets wat God van ons vraagt. En wat ik al zei, als we naar de wereld kijken, dan is er zoveel gebrokenheid in families. Maar wij als christenen werken er net zo hard aan mee. Wij als christenen denken vaak dat we het goed voor elkaar hebben en dat we doen wat God van ons gevraagd heeft. Maar soms zijn we eigenlijk een beetje zoals Saulus en niet zoals Paulus. Dat zou natuurlijk mooier zijn. We zijn heel goed in het zien van wat andere mensen niet goed doen. Maar laten we nou eens beginnen bij onszelf. Laten we eens beginnen in ons eigen gezin, in onze eigen familie, om daar herstel in te brengen. Want er zijn zoveel families is dat nodig. En misschien kijk je en denk je van, nou, mijn gezin gaat het eigenlijk best goed, gelukkig. Hartstikke fijn dat het goed gaat in je gezin. Hartstikke fijn dat er respect is en dat er liefde is voor elkaar. Maar hoe is het verder met de rest van je familie? Of met de rest misschien wel van je geestelijke familie? Misschien gaat het op privévlak wel heel erg goed. Maar heb je wel heel erg iets tegen een bepaalde broer of zuster? Maar als wij met elkaar niet die liefde van God uitdragen naar de ander, naar onze eigen familie, gelovig of ongelovig, hoe gaan we dat dan uit kunnen dragen naar de rest van de wereld? Naar de rest van
Rotterdam of de rest van Nederland. Daar mogen we en daar moeten we met elkaar een voorbeeld in nemen. Dus dan even met elkaar gaan naar Matteüs. Ik hoop dat u een Bijbel erbij heeft gepakt trouwens, want ik heb er al een paar gehad en heb weer een Bijbeltekst. In Matteüs 12, vers 25, daar zegt Jezus: ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. Ieder koninkrijk. Ieder huis. We zeggen met elkaar vaak dat ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dat is wat we willen, dat is wat we proclameren als het misschien nog niet zo is. Dat is wat we uitspreken als we zeggen dat gaan we doen. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Maar als er in ons huis verdeeldheid is, als er in onze familie verdeeldheid is en er is geen respect, er is geen liefde, dan kunnen wij dus niet stand houden. Dat zegt Gods woord hier. Geen enkele stad, geen enkel huis zal dan stand houden. Dus het geldt voor onze eigen familie, maar het geldt ook voor ons als kerk met de hoofdletter K. Als wij verdeeld zijn, als we ons tegen elkaar keren, wat nu juist heel erg veel gebeurt, dan zullen we geen stand houden. Dus ook met onze geestelijke familie, wereldwijd, moeten we elkaar weer vinden. Moeten we weer dat respect vinden, moeten we die liefde vinden voor elkaar. Opdat we zullen stand houden. Opdat we de mensen die God nog niet kennen bij hem kunnen brengen. Opdat we met elkaar Gods liefde en die eerbied die hij van ons vraagt, dat we die ook kunnen uitdragen naar de rest van de mensen. Dat we het anders zullen doen, dat we het anders mogen doen. Omdat ons anders geleerd is. Zo zijn we opgevoed. Althans, zo zouden we opgevoed moeten zijn. Misschien ben je net gelovig, maar dat is dan wat ook Gods woord ons leert. Dat als we dingen leren als kinderen, dat we daar niets van zullen afwijken. Dat staat in, ik heb het opgeschreven, Spreuken 22 vers 6. Oefen de jonge man overeenkomstig zijn levensweg. Ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Dus als we onszelf trainen, als we onszelf verdiepen in Gods woord, in zijn woord, in de Bijbel, in ons zwaard, als we ons daarin verdiepen, dan zullen we daar later niet van afwijken. Want dit is wat we dan weten. Alles wat hierin staat, mogen we tot ons nemen. En alles wat hierin staat, mogen we dan ook uitdragen. Want we zullen daar niet van afwijken, omdat we onszelf voeden, opvoeden met het juiste, met het goede. Want juist vandaag de dag, als we ook horen dat ook door corona, dat er zoveel kinderen zijn die eigenlijk geen ouders hebben of die geen liefde mogen ervaren, omdat ze mishandeld worden, wat door corona alleen maar erger is geworden, omdat we met elkaar opgesloten zitten in een huis. Dan is het zo belangrijk dat wij voor die kinderen die het niet hebben, of voor de mensen die geen liefde hebben gekend, dat wij Gods liefde daaraan mogen geven. Er zijn zoveel mensen, zoveel kinderen die liefdeloos worden opgevoed, maar die misschien daarin ook weer wel weer een relatie starten. Maar daarin niet weten wat liefde is. En daardoor gaan de verhoudingen scheef groeien in een huwelijk. Als je niet weet wat echte liefde is, wat krijg je dan? Er kunnen verschillende dingen zijn, maar een van die dingen die kan zijn, is dat bijvoorbeeld de man of de vrouw die geen liefde heeft gekend, die accepteert maar heel veel. Die laat over zich heen lopen of die accepteert maar van alles. En die wordt eigenlijk op een bepaalde manier ook weer mishandeld. En dat kan heel heftig zijn, dat kan minder heftig zijn, maar de gevolgen daarvan, als je dat ook weer doorgeeft naar je kinderen, dan geven we het weer door van generatie op generatie op generatie. En we moeten dat een halt toeroepen. Wij mogen dat een halt toeroepen. Wij mogen met elkaar op de bres gaan staan en bidden voor al deze familiebanden, voor al deze relaties, voor al die huwelijken, voor al die kinderen zonder ouders, voor al die liefdeloze huwelijken misschien. En we mogen dat niet alleen, we moeten dat gaan doen met elkaar. Opdat er een verandering zal komen in de wereld.
En begrijp me niet verkeerd, ik ben ook gewoon heel realistisch en ik begrijp ook heus wel dat, dat dit is hoe de duivel ook weer zijn ingang in vindt. En dat hij daarmee door zal blijven gaan, dat hij niet zal willen stoppen hiermee. Maar familie, het huwelijk, dat is een verbond. Het huwelijk is een verbond dat we met God hebben gesloten. En familie is iets waar God zoveel waarde aan hecht, wat ik ook al eerder heb gezegd. En daarom is het aan ons om daarvoor op de bres te gaan staan. Om ervoor te zorgen dat er steeds meer deuren gesloten zullen worden, zodat de duivel geen ingang meer zal kunnen vinden. En ik hoop ook juist dat u, dat jij daar ook voor mee gaat bidden, ook vanavond. En ik denk dat we allemaal wel iemand kunnen bedenken voor wie dit heel erg actueel is. En dat kan jij zelf zijn, dat kan iemand anders binnen je familie zijn, dat kan een vriendin zijn, dat kan iemand zijn in je geestelijke familie, het maakt niet uit. We kunnen allemaal wel iemand bedenken of iemand opnoemen die zonder liefde is opgevoed of die Jezus liefde zo nodig heeft. Die het zo nodig heeft om die liefdevolle armen van Jezus, die liefdevolle vaderlijke armen om zich heen te voelen. Of juist de liefdevolle, wat moeders soms hebben, dat die intuïtie, dat gevoel wat een moeder kan geven. Als je bijvoorbeeld ziek bent, waar gaan we dan vaak heen? Naar je moeder, want je moeder, hoe zij dingen doet, dat is toch het fijnste. Dat gevoel, dat missen zoveel mensen. En wij mogen dat ook uitdragen. Wij mogen mensen, die liefde die Jezus heeft, daarmee mogen wij hun kennis laten maken. En dat is wat ik vanavond wil doen. Vanavond wil ik met jullie gaan bidden voor families. Voor families die wel God kennen, maar die de waarde een beetje vergeten zijn. En dat Derek Prince zei ooit, ik weet niet exact hoe hij het zei, maar dat eigenlijk gevaarlijker juist is. Dat als we wel de principes weten, maar die eigenlijk vergeten, naar de achtergrond zijn geraakt. Dat is vaak lastiger om daar, om dat weer goed op te pakken, om dat weer tot leven te brengen. Dan dat je iemand hebt die volledig blanco is en die je dus mag trainen zoals die jonge man, zoals in de Bijbel staat in Spreuken. En die je mag opvoeden en daar niet meer van zal afwijken. Soms is het juist voor ons als christenen moeilijker om die dingen die we eigenlijk erg zo goed weten weer opnieuw op te pakken. Dus voor die families die God wel kennen, maar die de principes van God vergeten zijn, daar wil ik voor bidden. Voor de huwelijken. Die ook, waarin ook God wel bekend is. Maar waarin ook de principes zijn afgedwaald. Doordat kinderen op nummer 1 zijn gezet. En de man of de vrouw zijn of haar positie is vergeten. Het is eerst God. Dan je partner. Dan je kinderen. Voor die huwelijken wil ik bidden. Ik wil bidden voor de kinderen die God ook kennen. Maar waarvan zij geen ouders meer hebben, waar ze dus de liefde van hun aardse ouders niet meer mogen ervaren en er alleen voor staan. Daar wil ik voor bidden. Maar ik wil ook bidden voor eigenlijk diezelfde 3 punten, maar waarvan de mensen God niet hebben daarin. Dat ze iemand mogen hebben zoals jij, zoals ik, die hun laat kennismaken met onze lieve Vader en die dat herstel kan binnenbrengen. Want ik geloof dat als we met elkaar onze krachten bundelen, als we met elkaar de krachten bundelen die we van God hebben gekregen en voor die mensen op de bres gaan staan, dat er veel huwelijken hersteld zullen worden. Dat er veel families hersteld zullen worden. Dat er gezinnen hersteld zullen worden. En dat kinderen echte liefde mogen gaan zien en mogen gaan proeven. En dat is waar ik vanavond met u en met jou voor wil bidden. Dus ik hoop dat je mee bid dit moment en dat we deze mensen mogen opdragen. Zullen we de ogen sluiten? Lieve Vader, allereerst wil ik u danken, Heer. Ik wil u danken voor alles wat u ons geeft. Ik wil u danken, Heer, voor het principe van familie, Heer. Ik wil u danken, Heer, voor het principe van het huwelijk, Heer Vader. Wat u heeft gesteld, Heer Vader. Dank u wel dat u dat aan ons als mensen heeft gegeven, Heer. Heer, en ik wil u ook dan ook wel gelijk om vergeving vragen, Heer. Hoe wij daar als mensen mee omgaan, Heer Vader. Hoe klakkeloos soms, Heer. Hoe gemakzuchtig, hoe gemakkelijk we daar soms mee omgaan, Heer Vader. Met iets wat u aan ons heeft gegeven, Heer. Mooi
iets ervaren wat wij soms ja, niet goed gebruiken ervaren of volledig verkeerd gebruiken hier. Heer, en ik bid, Heer, dat als we het vanavond met elkaar mochten hebben over familie, over relatie, over huwelijk, Heer Vader. Ik bid, Heer, dat we daar weer eerbied voor zullen hebben, Heer Vader. Dat we die ja, op dezelfde manier zoals onze vader en onze moeder moeten eren, Heer Vader. Dat we ook weer de familie zullen eren, Heer Vader. Dat onze ouders zullen eren. Dat we het huwelijk, het verbond van het huwelijk zullen eren, Heer Vader. Zoals u dat van ons vraagt, Heer. Heer, en ik wil bidden, Heer, voor alle huwelijken waar nu spanning in is, Heer Vader. Bidden, Heer, voor huwelijken waar u niet meer op nummer 1 staat, Heer. Waar u naar de achtergrond geraakt bent, Heer. Waar mensen het vanuit eigen kracht proberen te doen, Heer Vader. Of het nu één van de twee is of beide, Heer Vader, is. Daar wil ik voor bidden, Heer. En ik bid, Heer, dat ze hun eerste liefde, en dat bent u, dat ze hun eerste liefde weer terug mogen vinden. En dat ze inderdaad u als eerst zullen zoeken, Heer Vader. En zoals vaker wordt uitgebeeld dat het een driehoekje is, Heer, waarin u boven staat, Heer. En waar de ene links staat en de andere rechts, Heer. Zo zijn we met elkaar verbonden, Heer. En ik bid dat ze eerst naar boven zullen kijken, naar de bovenkant van het driehoekje. En u zullen zoeken, zodat ze ook weer die verbinding met elkaar mogen vinden, Heer Vader. En dat ze weer een drievoudig snoer zullen worden, Heer Vader. Wat niet te breken is, Heer Vader. Want de duivel probeert het, Heer. Maar wij mogen weten, Heer, dat u al overwonnen heeft, Heer Vader, Heer. En dat we in die overwinning mogen gaan staan. En dat we het weer terug mogen pakken, Heer Vader. Alle grond die de duivel heeft geprobeerd weg te nemen. Of misschien zelfs gelukt is, Heer, om weg te nemen. Dat we die grond weer mogen terugpakken, Heer Vader. Dank u wel daarvoor, Heer. Heer, ik wil u ook bidden, Heer, voor families, Heer. Waar scheuring al in was, Heer Vader. Waar scheuring is gekomen door COVID, Heer. Omdat we elkaar minder konden zien, konden bereiken, Heer. Of waarin we door discussies over wel vaccineren, niet vaccineren, waardoor we elkaar zijn kwijtgeraakt, Heer. Ik bid, Heer, dat we die verbinding ook weer met elkaar mogen gaan vinden, Heer Vader. Dat we terug zullen gaan, Heer. Dat we terug mogen gaan, Heer, naar Eden, Heer Vader. Naar het paradijs, Heer. Waarin alles goed was, Heer. Waarin alles perfect was, Heer. En dat we onszelf weer zullen beseffen dat we terug moeten gaan naar de basisprincipes, Heer. Dat we u zullen zoeken. En dat ook families hersteld zullen worden, Heer. En we hebben ook programma's, Heer, waarin familiedinees worden georganiseerd, Heer, om weer tot elkaar te komen, Heer Vader. Maar hoe mooi is het, Heer, dat wij u mogen hebben, Heer. Dat u degene bent die een geweldig groot familiediner organiseert, Heer Vader. En dat we mogen en zullen aanschuiven, Heer, aan uw tafel, Heer. Zodat u ze weer daarin centraal zult staan, Heer Vader. En dat daarin herstel zal vinden, Heer, in families, Heer. Heer, ook voor de kinderen die geen ouders meer hebben, Heer Vader. Of die liefde van ouders niet kennen, Heer Vader, die daardoor een verkeerd zelfbeeld hebben, Heer, of geen vertrouwen hebben, Heer, of zo onzeker zijn, Heer Vader, die kinderen wil ik ook aan u opdragen, Heer. Het zijn er zoveel. En ik bid, Heer, dat ze met iemand in contact zullen komen, Heer Vader, die uw liefde kan laten zien aan hen. En dat betekent niet dat als ze uw liefde kennen en proeven, dat ze dan geen moeilijkheden meer zullen hebben, dat ze dan geen verdriet meer zullen hebben, Heer. Maar ze zullen dan de kracht ervaren, Heer, om daar doorheen te gaan als ze weer een teleurstelling hebben. Of als ze misschien weer een klap krijgen van hun aardse ouders, Heer Vader. Ik bid, Heer, voor die kinderen, Heer, dat ze in contact zullen komen, Heer, met uw liefde, Heer. Met iemand die ze kan leiden naar u, Heer Vader. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u de God van herstel bent, Heer. En dat wil ik ook zo uitbidden over Nederland, Heer. Dat wil ik zo uitbidden over Rotterdam, Heer. Dat er herstel zal plaatsvinden in families, in huwelijken, in kinderen, in gezinnen, Heer Vader. En dat de leegte die bij mensen van binnen is, Heer. Dat de eenzaamheid die bij mensen heerst, Heer. Ook al kennen ze veel mensen, maar dan alsnog kunnen ze eenzaam zijn, Heer. Ik wil u ervoor danken, Heer, dat u dat gaat herstellen, Heer Vader. Ik wil u danken, Heer, dat u daar met uw liefde in komt, Heer Vader. Dat u hen vult, Heer Vader. Dat we met elkaar zullen overstromen, Heer. En dat heel Rotterdam zal overvloeien van uw liefde, Heer. Of welke andere woonplaats, Heer. Heel Nederland, Heer. Dat ze overvloeien en ze overstromen, Heer. En dat u ja, liefde door elke straat zal vloeien, Heer Vader. Dat er daardoor herstel zal komen, Heer. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw trouw, Heer Vader. En dank u wel dat u aan het hoofd staat van onze gezinnen, van onze huwelijken, van onze families, Heer Vader.
En dank u wel, Heer, dat we mogen zien op u, Heer. En dat we mogen zijn zoals die jonge man en vader vanuit de Spreuken, Heer. En dat we niet zullen afwijken van de principes die u ons heeft geleerd, zoals we zijn opgevoed met uw woord, vanuit uw woord, Vader. Dank u wel, Jezus. Amen. Ook voor de rest van deze week, morgen komt er natuurlijk weer een filmpje online. Dan zal onze senior pastor spreken over eenheid. Dus zorg dat u weer intuned om 7:30. Zorg dat jij er weer bij bent. En dan ik zie jullie morgenavond niet, maar de senior pastor wel. En ik zie jullie hopelijk allemaal weer aanstaande zondag. God zegen, doeg! Hey, all the world's not changing, when the church starts...